Kijk, de sluitertijd staat veel te hoog. Dan kun je die inderdaad heel goed, kun je die wat lager zetten, wat lager. Zijn wat hoger getal, weet je, dan wordt het wat donkerder. Ja, dan zouden we zo... Zou het zo helemaal perfect, wel weten, hoor. Perfect opstaan. Chill. Ja, dan kun je hem... Gezondheid. Dan kun je hem nog wat hoger zetten. Dan is hij helemaal... Zo. Kijk, nou is hij helemaal lekker, hoor. Mooi beeld. Oké. Hey. Fantastisch. Fantastisch gedaan, ja, hoor. Hey. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve taties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En Zilver zit achterin. Jessie zit achterin. En vandaag is de dag dat we dingen gewoon eens even gaan fixen. Dus we beginnen met mijn broekpak, waarvan de sluiting gewoon niet lekker is. Ja. Die gaat gewoon de hele tijd open als ik hem aan heb. Het is heel irritant als ik zit en zo. Vervelend. En dan heb ik een hele leuke jas, waarvan de rits waarschijnlijk vervangen moet worden. Schapenvachtje. Arsje. En gaan we mijn neus ook fixen dan? Ja, dan moet je gewoon naar Bergman. Oh. En dan hebben we nog... En we hebben nog mijn trompet. Ja, de trompet is ook een beetje gammel. Nou ja, er is wat mis met mijn spuugkleppie. En alle buizen die zitten een beetje vastgeroest. Dus daarvoor belde ik eigenlijk dat ik dat in ieder geval wil fixen. Maar heel misschien ga ik ook nog wel naar een andere trompet kijken. Want, hoe komt dat? Dat je daarnaar gaat kijken? Hè? Ik dat verdien! Juist! God, ze alle mijn morgie zegt. Ja. Zegt ze, of zal ik kijken naar een nieuwe? Oh, zegt ze dan met een grapje. Ik zeg, ja, zou ik wel doen. Kijk ze me zo aan. Ik zeg, ja, je werkt er toch hartstikke hard voor. Je hebt hartstikke goed gespaard. En daar word je vrolijk van. En dat is echt jouw ding. Als ik nou morgen een drum zou gaan kopen omdat ik wil gaan drummen, is een beetje natuurlijk van de zotte. Maar ja. Ik vind gewoon dat je dat verdient, dus dat moet je gewoon doen. En ondertussen hebben we dus nog maar één camera. Want mijn moeder die heeft een camera laten starten gisteren. Ja, dat was een beetje pijnlijk. Ja. Maar gelukkig hebben we het kunnen fixen met de verzekering. Dat dan weer wel. Ja, dus als we dat geld hebben ontvangen, dan gaan we waarschijnlijk maar gelijk naar een upgrade kijken van degene die we hebben. Ja, dat is dan inderdaad een bijkomend positief dingetje. Dat kunnen we dan net zo goed doen. Ja. Dus dat allemaal. We nemen jullie weer mee. Nou, dat hebben we dus niet gefixt. In verband met de maatregelen zijn ze verder om 3 uur dicht. Oh. Nou ja, dat is geen niet net meer, want we zijn nog best wel laat. Morgen nog een kans, of maandag. Ja, het is 5 uur, ja, dat is inderdaad. Nou ja, op naar... Oh. Die is tot 6, daar heb ik gebeld. Oké. Is dat even een klein rijtje voor de Albert Heijn. Super. Zo, we zijn aangekomen op de Haagweg in Rijswijk. Bij Atelier Vijver. Daar kom ik eigenlijk al mijn hele leven voor mijn trompetjes. Nou, het trompet is weggebracht. We gaan eventueel de volgende keer kijken voor een andere trompet. Want we zaten al een beetje richting sluitingstijd. Maar wel al wat informatie gehad. We gaan eerst even het trompetje die ik al heb op laten knappen. En dan kijken we eerst even hoe die het weer doet. En we gaan nu weer lekker naar huis. Jessie en Retje, jullie halen af en toe een beetje door de war. Kom eens hier, schat. Kom hier. Kijk, we zijn lekker aan het strand.
Ja, we komen aan en Jesse begint ineens met zijn loopneus. Dus dat is wel weer een beetje jammer. Hij vindt het ook een beetje lastig altijd met, met zijn handjes in het zand, hè? En in het gras. Ah, ga je nou papa zijn been volgooien met zand? Hi baby. Hi. Het ziet er goed uit. Dank je. Maar corona of niet, goed voor het milieu of niet, ik heb nog nooit zo'n blauwe zand. Nee. Ja, en zand eten, dat doet hij ook. Wat ik dus zou zeggen is dat ik echt me niet kan herinneren wanneer de lucht zo blauw is geweest. Ben je nou wat aan het eten? Nou, zandkorreltjes is niet zo erg, maar een schelpje wordt een heel ander verhaal natuurlijk. Ga je lopen, waar ga je naartoe? Hij wil uit het zand. Vamos a la playa. En ik heb ook wel die zeelucht gemist, jij niet? Ik krijg gelijk herinneringen aan Italië en zin in zeevruchten. Heerlijk weer even buiten. Ik heb net geskate vanochtend. Dat ging ook goed, alleen de wieltjes gingen af en toe een beetje klapperen, maar was ook lekker. En ook wel handig dat je gewoon iets bij je hebt waar je... Ik had ook mijn schoenen meegenomen. Ik dacht voor de zekerheid, als ik echt niet meer kan, dan kan ik altijd nog mijn schoenen aantrekken. Maar was gelukkig niet nodig. Even lekker uitwaaien. Dus dan zitten best wel veel mensen nog, maar wel allemaal ver van elkaar vandaan. En de toegangswegen naar Kijkduin waren afgesloten. Ja, de toegangswegen naar Kijkduin waren afgesloten. Maar deze nog niet. Oh ja, op Koningsdag, de 27e, dan... gaan we eigenlijk een lange sessie doen van privé podium. Dus achter elkaar en in een studio. Dus we gaan elkaar afwisselen. En dat wordt een. Dus we treden allemaal wat korter op, maar wel allemaal achter elkaar. Dus het wordt een superleuke sessie. Dus ja, Koningsdag, daar kunnen we nu toch niet heel veel doen, helaas. Dus check www.privépodium.live. En dan zijn we daar weer. Hele leuke reacties gehad vorige keer. Dit wordt helemaal top. Jesse. Of Jesse, Richie. Richie. Dat hebben we dan weer net niet op beeld, maar Richie die loopt gewoon die vrouw onderuit. Nee, net niet. Ja, was niet leuk voor die vrouw natuurlijk, maar... Richie loopt zo die vrouw onderuit, zeg. Ja. En ze keek echt nog heel boos achterom. Ja, ze mogen gewoon los rondlopen. Ik weet niet wat Reggie heeft. Ze is niet heel vriendelijk. Ja, ze is gewoon niet beter. Ja, dat werkt ook niet mee. Klaar. Kijk, maar ik vind ook vaak is ze wel liever als je er gewoon loslaat. Mojo. Oh, was dat dan? Ja. Mojo, die wilde gelijk boven lopen. Oh. Gelijk domineren. Ja. Nou, zullen we weer een beetje teruglopen? Dat stond er helaas niet op, in ieder geval. Het is veel gelukkig zacht. Zand. Ja, het is valzand, heb ik gisteren gehoord. Laten we lekker patatje gaan eten. Of een frietje. Ik weet het nog niet. Patatje of een frietje? Eén van die twee. Hey. Nee. Hey. Ba. Hey. Ja, en we zijn klaar. Het is heel leuk, maar dus op wacht. Tjus. Leuk. Zit. Het is ontzettend lekker, maar het windje was nog een beetje koud op zijn huid. En dan hoop ik niet dat hij kou gepakt heeft. En
dat het misschien een hooikoortje kan zijn. Dat ineens een loopneus van hier naar Tokio. Dus... Nou, het was in ieder geval ontzettend fijn. Het was nog best druk ook. Het zonnetje was heerlijk. De lucht was heerlijk. We zijn nu weer thuis. Even lekker eten, want het is vandaag cheat day. Dus we hebben een volle biefstuk en een stukje ribeye met wit brood. En een toetje. Een lekkere wafel. En dan misschien nog een filmpje vanavond. Dan is het weer einde van deze prachtige zondag. En ik kom er nu dus achter dat dit vet overbelicht was. Maar ja, ik straal wel zo, moet ik zeggen. Hal? Iets te veel straal. Iets met André Londen shampoo of zo? Straal iets te veel? Wat hebben we toch weer goed, hè, poepie? Het is vandaag cheat day. En ik heb warme, luikse wafel gemaakt met cookie dough, Ben & Jerry's ice cream en een beetje poedersuiker. Heel slecht. Cheat day. We gaan een beetje over de maximale calorieën volgens mij van vandaag, maar dat mag de pret niet drukken. Oké, ik ga snel ook beginnen aan mijn toetje, want de luikse wafel is warm en my ice is melting. So, if you like this vlog, put your thumbs up, up, zonnesteek. And hit the subscribe button. And leave a comment down low, because we always reply. En ik kan niet meer praten, dus ik ga ermee stoppen. Ik wens jullie een hele fijne avond. Tot de volgende video. Ciao, 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 ciao.